Yo kijkers, PSV zoekt een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Want Mark van Bommel, of eigenlijk dan voor volgend seizoen, maar voor 2-3 jaar. Mark van Bommel werd na de wedstrijd in de Kuip ontslagen bij PSV. En Ernst Faber neemt met tot het einde van het seizoen neemt hij het over bij PSV. Ze gaan nu vragen wat de knuffels vinden. En boys, weten jullie een naam voor je? PSV, ja. Wie moet Ernst Faber na dit seizoen opvolgen? Dat vind ik echt een moeilijke keuze. Ik ga voor Henk Vreese. Buitenlandse optie, Roger Schmidt, denk ik. Dat zou het goede zijn voor PSV. Die past goed daar bij PSV. Ook nog Alfred Schreuder. Zit er eens hier. Ik denk dat de kleine jullie het ook gaan doen. Boys. Maar voor Bommels op 2 maanden ontslagen bij PSV. En de Faber. Die tot eind van het seizoen. Is al nog voorlopig nog de interim trainer van PSV. Maar wie moest ze dan na dit seizoen aanstellen? Ik denk. Jos van Nee, joh! Kakkerslie, oh my god, oh man, is die gekke. Ik denk. Ja, makkelijk, ik denk. Maar boys, wie is er? Denk ik. Zal dat wel iets zijn? Waarom niet? Zal advocaat niet zijn? Advocaat? Voor PSV? Volgens tussenpauze? Ja, waarom niet? Laat het me weten in de reacties, kijkers. Wie Mark van Bommel of Ernst Faber moet opvolgen. Als jij ook aan Philippe Kutte denken? Nou, die gaat het toch niet meer doen. Ik denk dat hij misschien zegt van ik ga pas ooit een keer terug, maar nou niet. Mag ik ook toch nog stiekem Faber zeggen voor een lange termijn? Voor de lange termijn strategie. Dat heeft PSV ook al een keer eerder gedaan, toch? Wat voor met de Cocu? Mark van Bommel. Zou dat niks wat zijn voor PSV? Terughalen nu al. Nee man, ze moeten een opvolger voor van een Bommel vinden. Is Faber wat? Kijk eens. Laat me gewoon weten in de reacties. Wat stormt het hart zeg. Jullie zien hier geen kast, kijkers. Het is ongelooflijk. Jullie zien toch hier. Het is toch ongelooflijk waar. Kijk dan waar ik zit. Ik zit in een leeg huis. Dit alles is weggehaald. Jeetje, ik had toch gelijk. Er zit een negatieve sfeer op mij. Dus ik zit het absoluut niet. Ik zit het niet zitten om mee te gaan naar het nieuwe huis vanaf maart. Kijk eens. Het is toch ongelooflijk. Ongelooflijk nee. Faber. Wat is er mee met Faber? Moet hij niet voor de lange termijn komen? Ja. Ja, kijk eens, die negatieve sfeer die hangt al sinds mijn eerste jaar al hier. Kijk eens, ik ben echt blij dat er na 3 jaar een einde komt aan de samenwerking. En dan heb ik ook gelukkig mooi de tijd, kijkers, om op te stappen en mijn ontslag ontslag aan te bieden. Heb jij ontslag genomen? Ja, kijk eens. Waarom ga je weg bij Shanti? Ja, ze zoeken maar een ander. Ik neem ontslag. Kijk eens. Maar waarom niet? Ik heb ontslag genomen. Ja, wat nou? Waarom ga je weg bij Shanti? Gewoon, wil je niet meer werken? Nee. Ik heb ontslag genomen. Ik neem ontslag. Tot de volgende keer, kijkers. Ik neem je ontslag.